Het afgelopen jaar heeft een Instagram-felicitatie van Elsa Monique en de kleine douairière tot een breuk geleid tussen Els en Rachel. Yvonne Koldeweyer onthulde eerder op haar YouTube-kanaal dat dit conflict verder escaleerde. De relatie tussen de twee is sindsdien verbroken. Recentelijk is er een tekoopbord in de tuin van Els verschenen, wat naar verluid verband houdt met Rachel. Koldeweyer legde uit dat in 2020 Rachel haar huis aan haar zus Els heeft verkocht. Bovendien heeft Rachel destijds een aanzienlijk bedrag uit haar bedrijf aan Els geleend om haar een banklening te besparen. Echter, na oneenigheid tussen Rachel en André, zou André zijn spullen hebben gepakt en bij Els zijn ingetrokken. Dit heeft geleid tot angst bij Els voor een mogelijk wraakplan van Rachel. Om vooruit te zijn op eventuele problemen, heeft Els besloten haar huis te koop te zetten. Haar doel is om onafhankelijk te zijn van Rachel, aangezien ze vreest dat de situatie een tijdbom is. De woning van Els staat te koop voor een vraagprijs van 549.000 euro en lijkt erg in trek te zijn. Op Funda staat vermeld dat er al een bot is uitgebracht, wat betekent dat Els binnenkort mogelijk verlost zal zijn van de situatie met Rachel.